wat ons betreft een soort vergrootglas van de wijk. En daar kijken wij heel neutraal en objectief naar. Kijken wat er zou kunnen, wat er binnenkomt, hoe we daarop kunnen reageren. Zonder van tevoren een heel bijzondere of strikte opvatting te hebben over wat goed en wat slecht is. We zijn niet alleen maar bezig met bewonersparticipatie. Of met allerlei termen die je vaak hoort. Dat kan, maar dat hoeft niet. We zijn ook niet alleen maar bezig met kunst. Wat ons betreft kijken wij naar deze wijk en gaan daarop reageren. En wat ik bijzonder vind aan de ruimte, aan de opdracht die we hebben gekregen, is de eigen totale vrijheid om op die manier hier op dit gebouw in te gaan. Er is aan de ene kant veel geld gemoeid met zo'n project, maar tegelijkertijd ook heel beperkt. En het is allemaal heel low budget gebouwd. We zijn begonnen als met ideeën over bijna een soort tentenkamp, zou je kunnen zeggen, met een hek eromheen, een heel eenvoudig en wel of niet verwarrend en misschien alleen maar te gebruiken in de zomer. En, nou, gaandeweg ontwikkelde zich dat en is het een kastgebouwtje geworden. Met daarin, we hadden het eerst over een kastje met een doosje en inmiddels zijn we zelf ook wel aangenaam verrast door hoeveel gebouw het eigenlijk is. De makers, de bouwers van de kast, ik weet niet of dat Sammen is van Olsthoorn, denk ik. Sammen is inmiddels weg. Olsthoorn heeft die kast gebouwd. En het was voor hun best bijzonder om dat hier te doen op een plek midden in een stedelijk gebied, terwijl ze normaal gesproken in de middel of nowhere ergens een groot aantal vierkante meters aan het maken zijn. De vaste kern, het gebouw, het project is ontworpen door collectieve stoelmaker. Rien zie ik staan. Rien, even je hand mag. En Mechtel zie ik ook staan. Zij hebben met veel zorg naar dit gebouwtje gekeken. Van wat kan er dan voor weinig geld, hoe kun je toch optimaal met ruimte omgaan? En hoe kan het een soort gebouwtje zijn wat ook uitnodigt voor een omgeving om hier binnen te komen en deel te gaan nemen aan wat we hier doen. Dus Rien en Mechtel, dankjewel. Wij hebben steeds gezegd, dat was omdat de aanleiding was om hiermee te beginnen, de bouw van het nieuwe stadskantoor. En eigenlijk was dat niet de aanleiding, maar was dat een soort markeringspunt in die hele herstructurering die plaatsvindt. Hebben wij gezegd, we gaan met een knipoog een aantal van die functies gaan wij in kamers opnemen. We hebben een directeurskamer. Wat is geabstraheerd tot een directeursmeubel? We hebben een trouwzaal aan de andere kant van het gebouwtje. We hebben een plankamer. De plankamer kan overal zijn. Die kan ook in de tuin zijn bij mooi weer. Maar een beetje uitvalsbasis is die vaste kern. We hebben een tuinkamer. Daar staan we hier met z'n allen tussen. We hebben een museum. De drie pochtjes. Aanvankelijk wilden we meer, maar we hebben toch minder ruimte dan we dachten. Staan daar nu een symbool voor. Het museum wisselt steeds. Er komt steeds een andere collectie in. En nou vergeet ik een kamer. Bibliotheek, ja. De bibliotheek. Ik wil even de tuinkamer. Die is gemaakt door Lisa van Bommel. Lisa, ben jij er nog? Ja, daar gaat Lisa. Goed, even duidelijk Jan. Zij is zij heeft sterk gereageerd op de buurt en is plantjes gaan lenen uit van bewoners van Eskamp en die heeft ze hier de plek gegeven en geëxposeerd. En dat kleine, dat aandacht hebben, dat vergroot was, dat is wat wij heel graag beogen met Villa Eskamp. Het hoeft allemaal niet hemelsvormend te zijn. Het zijn juist die kleine accenten die heel waardevol kunnen zijn op het moment dat je ze ziet of ze je aandacht geeft. Dat is wat we beogen. Dat is hier heel erg goed mee gelukt. Het directeursmeubel is gemaakt door de makers van, die zijn er niet denk ik, Jeroen en Joef en Judith. Die zijn er niet. Wij willen hem echt gaan gebruiken. Het directeursmeubel is voor ons een plek waar we nu dan de stadsdeeldirecteur in zit. Maar heel graag willen wij soms ook een bewoner in de rol van in een directeurstoel zetten. En hem als het ware ook de autoriteit geven van een directeur. En het dan juist de professionals laten zijn die dit aanhouden. Dat is een idee wat we hebben geleend van de Pendrecht Universiteit in Rotterdam. En wij vinden dat een hele mooie, interessante omkering van de gang van zaken.